Electronic coaching, oftewel e-coaching, zit in de lift. ICT-middelen zoals de telefoon en mail worden steeds vaker ingezet om het coachingsproces te faciliteren. Alexander Waringa en Anne Ribbers zijn oprichters van eCoach Pro en combineren praktijkwerk met wetenschappelijk onderzoek. Conclusie? De nieuwste vorm van coaching brengt voor cliënten vele voordelen met zich mee. De eerste is het feit dat je achter je computers aan het werk bent, zorgt ervoor dat er een bepaalde sociale anonimiteit ontstaat. Omdat de andere partij, in dit geval de coach, je niet kan zien. En dat betekent dat je je ook niet sociaal wenselijk hoeft op te stellen of je zorgen hoeft te maken over van wat voor kleren heb ik nou aan, hoe ziet mijn haar en dat soort zaken. Maar dat je gewoon echt met het proces bezig kunt zijn. De tweede is de frequentie. Doordat je niet om de 2 weken of 3 weken een afspraak hebt, maar in principe elke dag of meerdere keren per dag kunt reageren op je coach, kan het coach-traject versneld worden en kun je vaker coach-momenten creëren. En derde punt is het schrijven. Doordat je gaat schrijven, bijvoorbeeld via e-mail of via chat, ga je datgene wat je eigenlijk normaal zou zeggen, zet je op papier. Dat zie je ook op je beeldscherm staan. En vervolgens ontstaat daar ook wat meer reflectietijd. Want doordat je het geschreven hebt, kun je er nog eens over nadenken. En als je dan helemaal tevreden bent met het antwoord, kun je dat versturen naar je coach. In een 1-op-1 gesprek kan dat eigenlijk niet. Want als de coach je daar een vraag stelt, dan kun je daar heel even over nadenken en dan kom je met een antwoord. Een cliënt komt dus sneller tot de kern van een verhaal. Dat ervaart ook Marleen Tiemann. Zij is leidinggevende bij een grote financiële instelling en verruilde haar face-to-face coach voor de online variant. E-coaching vond ik best spannend, want ik weet niet wie mijn coach is. Ik ken nu wel zijn naam, maar ik weet niet wat hij doet of hoe hij eruit ziet of hoe die is. Maar het voordeel daarvan is wel dat ik alles kan zeggen tegen hem en op elk gewenste moment. Vaak met een normale coach heb je een afspraak en dat kan volgende week zijn, terwijl ik nu een issue heb wat ik eigenlijk graag zou willen bespreken, en volgende week kan dat alweer voorbij zijn. En nu kan ik eigenlijk op ieder gewenst moment inloggen in de coachomgeving en hem de vraag stellen of het voorbeeld voorleggen. Maureen maakt gebruik van de Coach Campus, een online omgeving die speciaal ontwikkeld is om e-coaching goed tot zijn recht te laten komen. Het coachtraject wordt automatisch opgeslagen en dat kan ze gebruiken als reflectie- en naslagwerk. Ook is ze in de omgeving beschermd. Ja, dat is wel aan te raden. Omdat als je bijvoorbeeld gaat e-coaching via e-mail en je gebruikt je eigen e-mailadres van je werk bijvoorbeeld, of van Hotmail of iets dergelijks. Ja, je weet niet wie daar meelezen. Op je werk bijvoorbeeld kunnen andere mensen er wellicht bij. Zeker als je manager bent en je hebt een secretaresse die al jouw mail inkijkt. Dan is het natuurlijk niet fijn als daar inhoud uit je coachtraject naar voren komt. En in die zin is het verstandig om het in een afgesloten omgeving te laten plaatsvinden. Zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Een ander voordeel van een online omgeving is dat je alles bij elkaar houdt. Dat is sowieso een van de grote voordelen van e-coaching. Omdat we het niet uitspreken en je woorden dus niet vervliegen, maar alles opschrijven, heb je eigenlijk altijd een soort van naslagwerk. Want je hele coachtraject, dat ligt vast op papier. Ja, in dit geval dan digitaal. En dan is er nog de betrokkenheid. Mensen denken vaak dat internet een oppervlakkig en vluchtig medium is. Maar uit onderzoek komt naar voren dat deelnemers in een e-coaching traject juist erg betrokken zijn. Als je kijkt naar een traditionele coach traject, dan zie je de betrokkenheid van die cliënt. Die neemt toe naarmate het gesprek nabij komt. En die blijft dan ook een beetje hoog als het gesprek is geweest. En daarna zakt het weer langzaam in totdat er een volgend gesprek komt. Dan gaat hij weer langzaam omhoog. Dus het is zeg maar een soort zigzagpatroon. Terwijl bij e-coaching heb je veel meer een patroon met een beetje stijgende lijn in plaats van het zigzag. Omdat je veel frequenter contact hebt. Maureen ervaart een verbetering in de manier waarop zij nu online gecoacht wordt. Maar plaatst ook een aantekening. De nadelen is dat het moeilijker is om het gevoel erbij uit te leggen als ik met hem mail. Dat vind ik lastig. Ik vind het ook lastig om echt te sparren. Dat is toch makkelijker als je met elkaar in gesprek bent.
Een ander nadeel zou nog kunnen zijn voor de coachee, is dat heeft te maken met verwachtingen. Omdat als je namelijk iets stuurt naar je coach, dan verwacht je ook snel iets terug. Dus dat betekent dat je misschien de hele dag zit op de refresh-knop van je computer zit te klikken. Zo van, is er al een reactie van mijn coach? Daarom is het belangrijk dat de coach met zijn cliënten goede afspraken maakt over de verwachtingen. Maar er komt nog meer bij kijken voor de e-coach. Er zijn veel coaches die zeggen, ik ben coach en ik ga het nu via internet doen. En dat is precies hetzelfde. Maar die stoppen er op een gegeven moment mee. Want ja, door dat schrijven bijvoorbeeld en de frequentietijd die verandert, het feit dat je de persoon niet kunt zien en daar niet meteen op kunt reageren, ja, zorgt ervoor dat je op een andere manier daarmee om moet gaan. Dus wat wij hebben ontwikkeld is ook een methodiek om e-coaching effectief in te zetten. Landen als Amerika, Groot-Brittannië en Australië passen e-coaching al op grote schaal toe. Ons land loopt er nog een paar jaar op achter. Maar de toekomst ziet ernaar uit dat e-coaching straks heel normaal is en dat de meeste coaches niet alleen face-to-face, maar ook elektronisch gaan coachen.